Directie krijgt sleutel van het nieuwe theater aan de Parade. Het is echt een prachtige zaal geworden. Met een heel breed podium. En verder, tentoonstelling vraagt aandacht voor watervervuiling door medicijnresten. En het smakenrad, dat stopt definitief. Dit is het DTV Nieuws. Welkom. Na jaren van discussie in de politiek, gemor onder bossenaren en juridische procedures kwam het er dan toch. Een nieuw theater. Aan de Parade. Deze week kreeg het theater de sleutel overhandigd van de gemeente. En hiermee gaat de bouw een nieuwe fase in. Vol trots laat theaterdirecteur Alex Kuhne de sleutel aan de medewerkers van het theater zien. Welkom, kom maar binnen allemaal. Alle medewerkers zijn uitgenodigd om bij dit moment aanwezig te zijn en binnen een kijkje te komen nemen. Wethouder Van der Geldt is blij met deze volgende stap voor het nieuwe theater. Dit heeft natuurlijk een hele lange aanloop gehad, vooral politiek en in de stad met heel veel discussie. Daar kijk ik op terug als vooral een hele lange periode en ik hoop dat we nu heel lang kunnen gaan genieten van dit prachtig nieuwe theater. Van buiten, maar zeker ook van binnen. Als je de zalen ziet, ook de interactie met de parade. Waar ik toch vond dat je met het vorige theater, ik wil niemand tekort doen, maar die had overal kunnen staan. En nu merk je echt dat je aan de parade bent, toch het mooiste plein van de stad. Eigenlijk het mooiste plein van de wereld. Nu de sleutel in handen is, kunnen medewerkers aan de slag met de inrichting en het installeren van de techniek. Marie-José is zo'n medewerker, inmiddels 17 jaar werkzaam voor het theater. Ze kijkt haar ogen uit in de nieuwe pleinzaal. Echt geweldig. Ja? Ja. Het is echt een prachtige zaal geworden. Met een heel breed podium, zodat de mensen gewoon dicht op het podium kunnen staan. Echt super. Mooi balkon, dus ook dat kan nog steeds. Rode plus is voor goud plus vervangen, zie ik. In deze zaal wel. Want je ziet, de pleinzaal is eigenlijk een box in een box. En het is helemaal een gouden doos geworden die je straks aan alle kanten in het theater ziet. Dus het is echt super. Die bijnaam heeft het al gekregen. Ja, zo noemen wij hem wel. De afgelopen jaren programmeerde het theater aan de parade op verschillende locaties. Marie-José kijkt dan ook uit om het publiek weer in het eigen theater te kunnen verwelkomen. Met als persoonlijk hoogtepunt... Toch om alle bossenaren te ontvangen voor een mooi feestje, een rood-wit-geel feestje. Pleinzalen heeft bij heel veel Oeteldonkers een speciaal plekje in haar hart. Dus daar ben ik echt heel benieuwd hoe mensen het zullen vinden. Het theater werkt nu toe naar de testfase. Die start op 8 december met een kindervoorstelling. Op 10 december zal de bossenvocalist Lois van der Ven het eerste optreden in de pleinzaal verzorgen. En in de testfase zijn voorstellingen tegen een gereduceerd tarief te bezoeken. De officiële opening van het nieuwe theater zal plaatsvinden in het eerste weekend van maart. Het smakenrad, dat houdt op te bestaan. Vanwege de stijgende kosten en andere tegenslagen is het niet meer te organiseren. Zo laat de eigenaar weten. Het smakenrad kwam in 2020 voor het eerst naar Den Bosch als onderdeel van de Bosse Zomer. Maar omdat de papieren niet in orde bleken, stond het rad noodgedwongen dagenlang stil. Vervolgens keerde het rad, met uitzondering van 2022, ieder jaar terug naar Den Bosch. Eerst 2 maal op de Petelaarse Schans, daarna werd er verhuisd naar het terrein naast het Sportium. De atletiekbaan van Prins Hendrik in Vught was woensdag het decor van de Olympische BSO-spelen. Deze werden georganiseerd door kindopvang Humankind ter ere van hun 40-jarig jubileum. 170 kinderen van verschillende BSO's uit de hele regio Midden-Brabant kwamen naar de atletiekbaan om mee te doen aan verschillende spellen zoals estafetten, verspringen en touwtrekken. We gebruiken gemiddeld steeds meer medicijnen en dat gaat ten koste van de waterkwaliteit. Tijdens de week van Ons Water wordt aandacht gevraagd voor medicijnresten die uiteindelijk in het riool of zelfs in beken en rivieren belanden. In de hal van het Jeroen Bosch ziekenhuis staat sinds maandag een interactieve tentoonstelling over medicijnresten in ons water.
De campagne draait om de reis die deze pil, genaamd Rick, aflegt nadat iemand hem heeft ingeslikt. Een hele hoop medicijnresten die mensen gebruiken, die plassen ze uit, die komen in het riool, die komen bij de rioolwaterzuivering. Alleen eigenlijk zijn die rioolwaterzuiveringen helemaal niet gebouwd om die medicijnresten eruit te halen. En dat betekent dat er steeds meer medicijnresten in het drinkwater overblijven. En dat willen we eigenlijk voorkomen. En dat is dus eigenlijk wat er niet in gaat, hoeft er ook niet uit. Dus die bewustwording willen we gaan maken. Vooral als de ecologen van het waterschap zien dat de vissen die erg veel blootgesteld worden aan medicijnresten, die gaan eigenlijk onnatuurlijk gedrag vertonen. En daardoor hebben ze ook weer veel meer moeite met allerlei andere basisdingen die een vis zou moeten doen. En dus zouden we volgens de initiatiefnemers beter moeten nadenken of het wel nodig is om bepaalde medicijnen te gebruiken. Als het op doktersrecept is, dan is het zeker van belang dat je wel gewoon doorgaat. Dus daar zeker niet mee stoppen. Maar af en toe bij een klein kwaaltje misschien iets minder snel een paracetamol pakken en even wat meer rust pakken of een extra glaasje water drinken. Rick heeft dat vooral het verhaal van de medicijnen die vrij verkrijgbaar zijn in de apotheek. En die medicijnen die vrij verkrijgbaar zijn, die hebben eigenlijk een hele grote impact op ons water. En daar vraagt Rick aandacht voor, van zijn die medicijnen wel nodig? En misschien als je ze niet meer nodig hebt, hè, breng ze dan vooral terug en spoel ze vooral niet door het toilet. We worden als apotheek dagelijks geconfronteerd met grote hoeveelheden aan medicatie die niet meer gebruikt kan worden. Ook bij de patiënten thuis. En hier in het Jeroen Bos ziekenhuis proberen we zoveel mogelijk die medicatie van patiënten thuis ook ervoor te zorgen dat hij weer terugkomt naar de apotheek. Zodat hij op de juiste manier verwerkt kan worden en dus niet in het drinkwater terecht uiteindelijk komt. De tentoonstelling in de hal van het ziekenhuis moet helpen bij het creëren van bewustzijn. Door verschillende interactieve elementen kunnen bezoekers meer leren over het onderwerp. Ja, we hebben allerlei vormen bedacht om die bewustwording te vergroten. We hebben een spel gemaakt waarbij je de capsules moet rijden in de wc-pot. Daar kun je een unieke rondleiding op een waterzuivering winnen. We hebben een gatenspel, er komt een quiz. Er is een bibberspel, er is een interactief spel met een videoscherm. En daarnaast hebben we allerlei borden waar nog extra informatie achter staat. Medicijnen in het algemeen hebben een hele grote impact op het milieu. Een klein stukje daarvan zijn inderdaad de medicijnresten in het afvalwater. En ik denk dat dit een heel complex iets is wat we niet alleen als ziekenhuis kunnen of als individuele zorgverlener, maar dat we daar echt elkaar voor nodig hebben. En daarom vind ik het heel mooi dat we als lokale samenwerking hier met de Brabantse ziekenhuizen en het kernteam medicijnresten uit water, dat we dit gezamenlijk hebben kunnen oppakken. En de tentoonstelling is een week te zien in het Jeroen Bos. En daarna reist het verder langs diverse Brabantse andere ziekenhuizen. Sluiten we af met het weer. Het was woensdag afwisselend zonnig en bewolkt. Bij een matige wind werd het zo'n 15 graden. Donderdag is het een stuk warmer, maar ook regenachtig. En daarna daalt de temperatuur flink en krijgen we te maken met behoorlijk wat buien. Heeft u dan nog een mooie weerfoto gemaakt? Mail die dan eens naar weerfoto@dtvnieuws.nl. Dit was het. Maar verderop in Den Bosch, daar is de voormalige locatie van Wener XL aangewezen als pilotlocatie voor woningen. En daarover leest u meer op dtvnieuws.nl en in onze app. Graag tot snel.